zijn jullie er al? Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Roodkapje en Klein Duimpje gingen bellen blazen. Bellen blazen? Volgens mij vinden alle kinderen dat leuk. Niet waar, kinderen? Vinden jullie dat ook leuk? Ja. Ze bliezen om de grootste bel. De bellen werden groter en groter. De grootste bel sprak een stuk tegen het huisje van Heks. Nee, helemaal niet leuk. Ze toverde een grote toverbel. De toverbel moest Roodkapje en Klein Duimpje helemaal opslokken en dan meevoeren, ver weg van het sprookjesbos. Maar Roodkapje en Klein Duimpje hadden Heks door. Die bliezen samen met Reus de bel terug naar Heks. Ze bliezen hard, heel hard. Blazen jullie ook allemaal mee, kinderen? Blaas maar. Goed zo. De toverbel vloog terug naar Heks, slokte haar op en vloog weg. Ver, ver weg van het sprookjesbos. Inderdaad. Zo zie je maar, wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dat doet mij denken aan die dag dat Reus... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. Ja, ja, zal ik nou doorlopen? Ja, ik zal het zo zeg je? Wat de vraag hier, hè? Ja. Ja,
namen ze Kalkmeur, Kogel en Heuvelberg mee terug. En toen huis in een oogwenk om het paleis. Daar stonden Peugel en Langnek al te wachten. Ja, maar ze maar Langnek, vergezeld van Kogelo, ja, die vertrokken naar de Efteling. Want, zo zei hij, daar kom ik nooit. Kinderen. Oh, nou, hier reinfallen. Dit was niet zomaar iets.